De Raad van Vakcentrales in Suriname behartigt het belang van de werkende klasse, terwijl het bedrijfsleven het belang van het kapitaal vertegenwoordigt. Dit zei de coördinator van Ravaxuur, Robbie Berenstein, vandaag op een persconferentie over het in werking treden van de wet wijziging minimumloon. Berenstein benadrukte dat het minimumuurloon bestemd is voor mensen die aan de onderkant van de loonreeksen staan. Zij werken namelijk bij kleine bedrijven die niet aangesloten zijn bij een vakbond. Deze mensen zijn dus overgeleverd aan de willekeur van de werkgever. Berenstein vindt daarom dat de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven spijkers op laag water zoeken. Men wil gewoon het minimumloon niet betalen, waardoor zaken veelal worden gedramatiseerd. Omdat er een aantal dingen worden aangegeven als de argumenten waarom het niet dan wel. Sommige mensen zeggen dat het gefaseerd moet plaatsvinden. Die liggen vaak anders. En eigenlijk kunnen ze zeggen bezeden ze de waarheid. Een van de zaken die wordt aangegeven is dat patchboom men geconfronteerd is met de aanpassing van het minimumloon. Bij ons is dat niet zo. Berenstein zegt dat bij de formulering van het staatsbesluit wet minimumloon alle sociale partners betrokken zijn geweest. De tripartite commissie die zich hierover heeft gebogen is uitgegaan van een armoedegrens van 11 SRD per uur. Armand Sunder, lid van de progressieve werknemersorganisatie PWO en lid van Ravaxuur, voegt eraan toe dat de verhoging van het minimumuurloon een rechtvaardige zaak is. Volgens hem is het minimumloon relatief laag. Wanneer we kijken naar wat nu het voorstel is van dat minimumloon, dat overigens al goedgekeurd is door de Raad van Ministers, hebben we begrepen, dat is dus 8,40. 8,40 zou betekenen dat het minimumloon zou zijn 1512. Maar op basis van 1512 SRD. 45-urige werkweek. Maar op basis van de inflatie die geweest is, is de koopkracht van dat minimumloon is tussen de 770 en 800 SRD. Dus die personen die het minimumloon verdienen, die gaan te besteden hebben in onze economie 770 SRD. En we weten allemaal in deze zaal dat met 770 SRD dat je geen huishuur kan betalen, geen bus kan betalen, geen dat, etc. Je komt absoluut niet uit. Vandaar dus dat wij zeggen dat minimumloon, dat moet inderdaad worden aangepast. PWO-voorzitter en Ravaxuur-lid Armand Sunder. Hij geeft verder aan dat het minimumuurloon volgend jaar weer aangepast moet worden. Er zijn namelijk mensen in Suriname die minder dan het minimumloon verdienen. Berenstein weet niet wanneer het minimumloon zal ingaan. Als het aan hem ligt, moet het liever vandaag dan morgen.